Hey beste mensen, leuk dat jullie kijken. Vlog 5. Ja, en ik dacht al dat ik stevig bezig was met vloggen, beste mensen. Maar dit is dus het team van Annie Schreier, hè? Lid van het Europees Parlement. Eigen camerateam bij zich om te vloggen. Dus ja, het is altijd baas boven baas. Artikel 18 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Dat vind ik super belangrijk. En dat is het recht op vrijheid van geweten, geloof en religie. In China gaan we met alle bedrijven het liefst naartoe om daar zaken mee te doen. Omdat China natuurlijk een hele belangrijke grote partner is en nog groter wordt. Dus ik vind dat als we willen handelen met China, is dat prima. Maar dan moeten we ze ook aanspreken. Onze mensenrechten, want daar hebben we ook een taak. En daarom heb ik samen met de ChristenUnie en met de SGP vragen over gesteld aan het kabinet hoe zij dat aan de orde kunnen stellen. Hey, hallo, hey, hoi. Ja, zeker, we moeten af en toe even vloggen. Hey beste mensen, vandaag is de eerste dag van de Benelux tweedaagse en vandaag staat in het teken van de Brexit. En dat wil zeggen, wat voor gevolgen heeft het verlaten van het Verenigd Koninkrijk voor de landen in de Benelux, België, Nederland en Luxemburg. En wat zouden wij eventueel samen kunnen doen om de situatie wel heel goed te houden? Want Groot-Brittannië is natuurlijk een hele belangrijke handelspartner van ons allemaal. En daar gaan we het vandaag over hebben. En dat doen we allemaal in dit prachtige gebouw van de Eerste Kamer in Den Haag. Goedemiddag, wij hebben hier heel groot bezoek vanuit Limburg. Hier naast mij staat Sam. Hoi. Dit is Sam. En Sam die vroeg of hij een keertje langs mocht komen om eens te controleren of we ook wel goed ons best doen hier in de Kamer. Sam, doen we een beetje goed ons best? Ja. En we gaan nog eens even rondkijken of we nog wat bekende Nederlanders kunnen spotten. Welkom bij de rubriek Koppen in de Kamer. Achter mij zien we moeder regentes, koningin van de barmhartigheid, Emma. Op 27 juli 1878 was Emma zeer zenuwachtig. Ze was 19 jaar en de oude vorst koning Willem III, koning van Nederland op 61 jaar, kwam op bezoek, want hij had een nieuwe koningin nodig. En het verarmde kasteel, het huis van Piermont Waldeck, dacht, dit is de kans om er weer in te kopen bij een rijke vorst. Emma was heel zenuwachtig. Ze gingen een wandeling maken de dag daarna en natuurlijk ging de meeste aandacht uit naar Pauline, de zus van Emma, want die was het oudste. En de graaf Dumonceau, die de koning begeleidde, die zei, de koning was zeer gesteld op de jonge Emma, want ze was slank en goed gebouwd en haar jonge meisjesachtig gezicht verraadde goedheid. En de koning leek verliefd, zo verklaarde graaf Dumonceau, want hij snelde op 61-jarige leeftijd ineens alle trappen op naar de uitkijktoren, terwijl hij er normaal heel lang over deed. En zo is Emma onze moederregentes en moeder van Wilhelmina geworden en niet Pauline. Als u soms denkt, waarom neemt de Tweede Kamer zo'n goede besluiten deze week, dan komt dat omdat Brandon vandaag hier is om mee het land te besturen. Brandon, wat vond je het mooiste om mee te maken? Op de foto met Sybrand. Oh, op de foto met Sybrand. Ja, dat was echt een topper. Die hebben we nog eventjes gezien. Superleuk dat je er was, Brandon. En je hebt goed meegeholpen. Vandaag heb ik een motie ingediend in de Tweede Kamer die het kabinet oproept om tegen de onderhandelingen met Albanië te stemmen om lid te worden van de EU. Het CDA vindt dat Albanië nog niet klaar is om te gaan onderhandelen om lid te worden van de EU. Want ze hebben nog een heleboel op het gebied van de rechtsstaat, criminaliteit en migratie niet op orde. En het CDA vindt dat er eerst aan de voorwaarden moet worden voldaan en dan pas gaan we onderhandelen. Sommige partijen zeggen van nou, het zou goed zijn voor Albanië als ze lid zouden mogen worden van de EU. En dat vind ik een heel nobel streven. Maar bij EU-onderhandelingen moet het belang van de EU-lidstaten voorop staan en niet dat van Albanië. En als de toetreding van Albanië de EU verzwakt, dan is dat ook in het nadeel van Albanië. Beste mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.
Hey, leuk dat je hebt gekeken. Als je mij wilt blijven volgen, ga dan naar mijn social media kanalen. Die staan op de beschrijving. En dan zien we elkaar daar weer en kun je me ook goed in de gaten houden.